Dag kijkers en luisteraars, welkom bij het filmpje over prijsregulering aan de hand van minimumprijzen. Met prijsregulering probeert de overheid de prijsvorming op een markt te beïnvloeden. Dat doet de overheid als het vrije spel van vraag en aanbod leidt tot een marktevenwicht, tot een evenwichtsprijs, waar de overheid het niet mee eens is, of in ieder geval die de overheid onwenselijk vindt. En dat kan zijn omdat de overheid vindt dat die prijs te hoog is of dat de prijs te laag is. In het geval van de minimumprijzen vindt de overheid de prijs te laag. En dat vindt de overheid omdat bij die prijs, bij die evenwichtsprijs, de aanbieders in dit voorbeeld te weinig kunnen verdienen. Je ziet in dit plaatje zie je een aardig voorbeeld. Je ziet hier protesterende boeren in, ik denk Brussel. Ze demonstreren daar voor hogere melkprijzen. Je kunt aan dit plaatje aardig zien dat een liter melk blijkbaar op dit moment 20 cent oplevert. En deze Duitsstalige boer die claimt dat hij toch tenminste 40 cent nodig heeft. Nou, als de overheid het daarmee eens is, kan de overheid ingrijpen en die evenwichtsprijs beïnvloeden. Het heeft allerlei consequenties en hoe dat allemaal in zijn werk gaat binnen een marktmodel, dat is wat we gaan kijken in dit filmpje. Voor we dat gaan doen, moeten we eerst teruggaan naar wat een marktmodel ook weer is. Nou, een marktmodel, dat was dit plaatje, het assenstelsel met op de verticale as de prijs, op de horizontale as de hoeveelheid. En in het assenstelsel zagen we de vraagfunctie, QV, en de aanbodfunctie, QA. In dit marktmodel is het zo dat als er niet wordt ingegrepen door de overheid, er een marktevenwicht ontstaat bij het snijpunt van de vraag- en aanbodfunctie. Nou, dat is hierbij een bepaalde evenwichtsprijs en een bepaalde evenwichtshoeveelheid. En binnen dat marktevenwicht is er een bepaalde verdeling van de welvaart tussen de consument en de producent. En is er ook een bepaalde hoeveelheid totaal surplus, totale welvaart. En dat kunnen we hier aangeven. We hebben hier in het roze het consumentensurplus en in het groen het producentensurplus. Nou, het idee is dat als de overheid iets aan deze evenwichtsprijs wil doen, als de overheid die evenwichtsprijs wil beïnvloeden, dan kan dat als daar goede redenen voor zijn. Maar het leidt wel, dat zullen we zo meteen zien, tot onherroepelijk een verlies aan welvaart. Als je de welvaart tenminste definieert als de optelsom van het consumenten en het producenten. Goed, ik zei net al, bij minimumprijzen is het vaak zo dat de aanbieder beschermd moet worden tegen een te lage marktprijs. Nou, dat doet de overheid natuurlijk niet bij iedere marktvorm. Daar is ook lang niet altijd reden toe, maar bij de productie van melk en bij meerdere landbouwgoederen zou je toch kunnen beargumenteren dat op het moment dat de boeren heel erg weinig verdienen en op het moment dat die boeren failliet dreigen te gaan of helemaal dreigen te gaan stoppen, ja, dan ontstaat er eigenlijk een situatie waarin je als land niet meer zelfvoorzienend kunt zijn in een aantal belangrijke levensbehoeften. Nou, dat kan een argument zijn waarop de overheid zegt van god, we vinden het belangrijk om juist die aanbieders te beschermen. Dat is waarom je minimumprijzen ziet op de markt voor melk, graan, suiker, in ieder geval landbouwproducten en bijvoorbeeld niet op de markt voor schoenen of kleding. Goed, de situatie is als volgt. Die evenwichtsprijs die is dus te laag en de overheid kan ingrijpen met een minimumprijs. Nou, hoe ziet dat eruit in het plaatje? Je krijgt iets als dit. Zo'n minimumprijs is een prijs die kunstmatig hoger ligt dan de evenwichtsprijs. Dat klinkt misschien een beetje raar. Bij een minimumprijs denk je toch aan iets heel erg laags. Maar de minimumprijs wordt dus ingevoerd ter bescherming van de producent. En die moet ervoor zorgen dat de evenwichtsprijs hoger komt te liggen. Dus we gaan nu van deze evenwichtsprijs naar een wat hogere prijs. Nou, je zult zien, en dat valt misschien meteen al op, dat de markt niet langer meer in evenwicht is. Want bij die minimumprijs is het niet zo dat vraag en aanbod precies gelijk aan elkaar zijn. Dat was wel het geval in dat marktevenwicht. Want wat is nu het geval? Doordat die prijs omhoog gaat, zie je dat de vraag naar dit product af gaat nemen. Dus ten opzichte van de evenwichtshoeveelheid is er een lagere vraag naar het product bij die minimumprijs. Als je kijkt naar het aanbod, gebeurt er precies het tegenovergestelde. De aanbodfunctie die loopt omhoog en dat wil eigenlijk zeggen dat bij een hogere prijs, en die minimumprijs is hoger dan de evenwichtsprijs, dat dan ook het aanbod zal toenemen. En dat zie je hier gebeuren. Dus het aanbod neemt toe ten opzichte van de evenwichtshoeveelheid, terwijl tegelijkertijd de vraag afneemt ten opzichte van de evenwichtshoeveelheid. De markt is niet langer meer in evenwicht. Er is meer aanbod dan vraag. Dat betekent eigenlijk dat er sprake is van wat we noemen een aanbodoverschot. En dat is eigenlijk meteen een consequentie van een minimumprijs. Dus op het moment dat een overheid besluit om een minimumprijs te introduceren, ter bescherming van de producent, moet de overheid accepteren dat daarbij een overschot ontstaat. Een overschot van in dit geval aanbod. Dan is de vraag, hoe moet je daarmee omgaan? Hoe ga je om met dit aanbodoverschot? Nou, er zijn grofweg
twee manieren om daarmee om te gaan. Je kunt de gevraagde hoeveelheid respecteren, maar je kunt ook de aangeboden hoeveelheid respecteren. Ik ga ze in die volgorde behandelen. Als de overheid de gevraagde hoeveelheid respecteert, dan gaat de overheid werken met wat we noemen een productiequotum. De overheid zegt dan, de vraag bij de minimumprijs moet ook het aanbod zijn. Dus aanbieders mogen niet meer produceren dan gevraagd wordt tegen de minimumprijs. Ondanks, dat hebben we net gezien, dat de aanbieders een stuk meer zouden willen produceren als ze dat zouden mogen tegen die minimumprijs. Dus daar waar dit het aanbod is bij de minimumprijs, zegt de overheid, ja, moet je eens luisteren, een heel groot deel van dat aanbod krijg je niet kwijt, want de vraag is een stuk lager, dus gaan we de aanbieders tegelijkertijd dwingen om bij die minimumprijs niet meer aan te bieden dan de vraag bij de minimumprijs. Zo'n productiemaximum, dat noemen we ook wel een productiequotum. Er mag dus niet meer geproduceerd worden dan de gevraagde hoeveelheid bij de minimumprijs. Die beperkte hoeveelheid productie wordt dan verdeeld over de producenten. En produceren die producenten dan toch meer, dan worden er vaak boetes uitgedeeld. Nou, als de overheid er dan voor kiest om te gaan werken met een productiequotum, dan heeft dat consequenties voor de totale welvaart en de welvaartsverdeling. In deze slide heb ik het consumentensurplus en het producentensurplus aangegeven dat ontstaat bij de minimumprijs. Hoe werkt dat? Het consumentensurplus is nog steeds de ruimte boven de prijs die wordt betaald, dat is in dit geval de minimumprijs, onder de vraaglijn tot aan het aantal producten dat daadwerkelijk wordt aangeschaft. Dus dat is dit driehoekje. Het producentensurplus dat bestaat nu eigenlijk als het ware uit twee delen. Het is een blokje met daaronder een driehoekje. Want wat is het geval? De producenten krijgen de minimumprijs. Dit is hun aanbiedingsbereidheid, dit is de aanbodfunctie. En de ruimte daartussen, tot aan het aantal producten dat wordt verhandeld, dat is het producentensurplus. En als je deze situatie nou vergelijkt met de situatie die ontstond zonder overheidsingrijpen, dan valt op dat het consumentensurplus is gedaald ten opzichte van de uitgangssituatie. Dus dit is nadelig voor de consument. Dat is ook wel te begrijpen, want ze betalen meer en ze kopen minder. Voor de producent betekent het dat ze weliswaar minder produceren dan in de uitgangssituatie, maar wel een hogere prijs ontvangen. En per saldo stijgt het producentensurplus. De combinatie van dit vlak en dit vlak is groter dan de welvaart die er in de oorspronkelijke situatie was. Maar wat je hopelijk meteen opvalt, is dat de optelsom van producenten en consumentensurplus, dus deze drie vlakken bij elkaar, die is nu kleiner dan wat het in de uitgangssituatie was. Er is een gebied, en dat gebied ligt hier, dat in de uitgangssituatie wel welvaart was, want het hoorde bij zowel het consumenten- als het producentensurplus, maar het hoort er nu niet meer bij. Dat betekent dat deze manier van de overheidsingrijpen, met deze oplossing voor het aanbodoverschot, dus het productiequotum, leidt tot een verlies aan welvaart. En dat is een belangrijk begrip. We noemen dat ook wel het welvaartsverlies, of het Harberger driehoek, want het is vaak een driehoekje, of in het Engels dead weight loss. Dus er verdwijnt hier nu welvaart. En dat is een directe consequentie van het ingrijpen van de overheid. Dat wil niet zeggen dat het ingrijpen van de overheid per definitie een slecht idee is. Nee, er zijn een hele hoop boeren van de ondergang gered. Maar dat gebeurt wel tegen een prijs. En dat is in dit geval het welvaartsverlies. En zolang een overheid vindt dat dat welvaartsverlies opweegt tegen de winst, dat is namelijk dat die boeren een waardig bestaan hebben, dan is dat acceptabel. En dat is allemaal een politieke keuze. Ik zei net al dat aanbodoverschot, dat je daarmee op twee manieren kunt omgaan. Je kunt het de gevraagde willen respecteren, dat hebben we net gedaan bij het productiequotum, maar je kunt ook zeggen, we respecteren de aangeboden hoeveelheid. Nou, dat betekent dat alle producenten mogen produceren wat ze willen produceren bij die minimumprijs. Het probleem is dan wel dat slechts een deel van het geproduceerde wordt gekocht door de consument, door de vragers. Nou, als dat het geval is, dus als de overheid zegt van, nou ja, je produceert maar lekker wat je wil produceren bij de minimumprijs, dan moet de overheid datgene opkopen wat niet wordt gekocht door de consument. Het voordeel van dat systeem is dat er dan meer boeren meer kunnen aanbieden tegen die hogere minimumprijs. Het leidt ook tot veel meer producentensurplus, maar het grote nadeel is dat het de belastingbetaler ongelooflijk veel geld kost. Als we naar deze situatie gaan kijken, dus deze situatie waarbij alles wordt opgekocht dat niet door de consument wordt gekocht, dan is de welvaartsverdeling als volgt. Je ziet dat het consumentensurplus even groot of even klein is als
het consumentensurplu dat ontstond bij het productiequotum. Dus wat consumentensurplu aangaat, maakt het niet uit of je voor het opkoopprogramma of het productiequotum gaat. Het producentensurplu is een stuk groter. Het is weer een driehoek geworden, want wat is het punt? De producenten verkopen alles wat ze aanbieden tegen de minimumprijs. Dat betekent dat het hele vlak onder de minimumprijs, boven de aanbodfunctie, en dat tot aan de aangeboden hoeveelheid, producentensurplu is. En als je dat gaat vergelijken met de situatie die zich voordeed voor overheidsingrijpen, dus toen de markt nog gewoon zijn werk deed, dan vindt hier een afname van het consumentensurplu plaats en een toename van het producentensurplu. En je zou nu zeggen dat er ook een toename is van de totale welvaart. Want als je kijkt naar deze situatie en je zet dat af tegen de nieuwe situatie, dan lijkt het zo te zijn dat de toename van het producentensurplu groter is dan de afname van het consumentensurplu. En dat is ook zo, want dit vlak was net geen welvaart. Kijk, dat is hier helemaal niet ingekleurd. Maar dan vergeten we één cruciale zaak. Dit opkoopprogramma moet betaald worden. En dat wordt betaald met belastinggeld. Belastinggeld, dat zijn publieke middelen. En daar betalen we uiteindelijk als consument, maar ook als producent, gewoon aan mee. En daar moeten we toch op de een of andere manier wel voor gaan corrigeren. En dat doen we door rekening te houden met de kosten van dit programma. Nou, de kosten van dit programma die zitten als volgt in elkaar. Ieder product dat niet wordt gekocht door de consument, maar wel wordt aangeboden door de producent, dus als het ware het aanbodoverschot, dat wordt opgekocht tegen de minimumprijs. Als je dat uitrekent, dan stelt dit vlak eigenlijk de totale opkoopkosten voor. En voor een deel is dat weggegooid geld. Want als je nu eens kijkt naar dit hele gebied, dan ontstaan er eigenlijk drie gebieden. Dit gebied, dat is een stukje dat geld heeft gekost, maar dat voor dat hele gedoe met die minimumprijs en dat opkoopprogramma ook al welvaart was. Dus dat is weggegooid geld. Daar krijg je niets voor terug. Dit deel is belastinggeld, dat betalen we, maar daar staat wel tegenover dat dat extra welvaart oplevert. Want dat is welvaart, dat is dat groene gebied dat daaronder ligt, wat dat nu wel is en voor de minimumprijs in het opkoopprogramma er nog niet was. Dan het laatste gebied, dat is dit blauwe gedeelte, dat wel binnen de opkoopkosten ligt, maar niet binnen het producentensurplu ligt. Nou, dat gebied, dan kun je zeggen, ja, dat kost allemaal geld. Maar het levert helemaal niets op. Dus je zou kunnen zeggen dat dit gebied, het eerste gebied dat ik heb benoemd, en het laatste gebied dat ik heb benoemd, dat is eigenlijk welvaartsverlies. Dat kost geld, maar dat levert niets extra's op. Als je dat arseert, dan krijg je dit gebied. Dit is het welvaartsverlies. Dead weight loss. En als je dat vergelijkt met de situatie met dat quotum, is het welvaartsverlies hier veel groter. Dat maakt dit systeem niet slechter. Er zijn best argumenten te verzinnen waarom je dit zou willen doen. Bijvoorbeeld omdat je het producentensurplu wil maximaliseren, maar het levert wel het hoogste welvaartsverlies op. Daarmee zijn we aan het einde van het praatje over de minimumprijzen gekomen. Dit was allemaal grafisch. En je moet er ook behoorlijk veel mee kunnen rekenen. Je moet al die vlakken met surplu, consumentenproducentensurplu, maar ook het welvaartsverlies kunnen uitrekenen. Je moet kunnen rekenen met het opkoopprogramma. Je moet een aanbodoverschot kunnen uitrekenen. Nou, dat kun je echt doen. Met de opgave die ik heb bijgesloten in de beschrijving van de video. Daar zitten wat rekenvragen in. Mocht ik ergens onduidelijk zijn geweest of mocht je nog wat vragen hebben, laat het dan weten in de reacties op deze video. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken.